Ik ben Kees Kouwenhoven, specialist gewasbescherming bij Royal Brinkman. Trips kan het telen best lastig maken. Het is een plaag die veel schade veroorzaakt in veel gewassen, in groente en sierteelt. Door het wegvallen van chemische middelen ontstaat steeds meer resistentie. En ook de eisen van de retail maken dat de telers meer aangewezen zijn op biologische aanpak. Bij Royal Brinkman hebben we hiervoor de oplossing met het inzetten van de roofmuid Mondariensis. Deze roofmuid is actief tegen de eitjes en de eerste twee larvenstadia van trips. De roofmuid gaat actief op zoek naar prooi en zuigt deze leeg. Door het bijvoeren met de voermuid Powerfood lukt het om hogere aantallen roofmuid in het gewas te krijgen, ook bij afwezigheid van prooi. Mondariensis kun je op twee manieren over het gewas verdelen. Handmatig uithangen in zakjes of als los strooimateriaal. Het is belangrijk om de roofmuiten en de voermuiten zo uniform mogelijk over het gewas te verdelen, om ze overal in de kas in gelijke hoeveelheden te krijgen. Achter mij zie je de bioverblazer, een van de verdeelsystemen die Royal Brinkman heeft ontwikkeld. Deze bioverblazer, de Unimite Air, verstrooit de roofmuiten en de voermuiten zeer uniform over een werkbreedte tot 10 meter. Dit geeft een grote arbeidsbesparing. Het grote voordeel voor een teler is de combinatie van de roofmuid Mondariensis, de voermuid Powerfood en een uniforme verdeling. Zo leveren wij een bijdrage aan een goede gewasbescherming in de aanpak van trips. Hier bij SK Roses wordt gebruik gemaakt van de Unimite Air die rijdt over de buisrail. Mondariensis, Powerfood en de Unimite verdeelsystemen zijn een duurzame oplossing. Het corrigeren met chemie wordt sterk gereduceerd. Wil je meer weten over tripsbestrijding met Mondariensis? Kijk dan op royalbrinkman.nl.